Hallo iedereen, welkom in een kleine video waarin dat ik eens wil kijken hoe dat het eraan toe gaat met de Divine Masculine energie vandaag en de Divine Feminine energie. Oké, dan gaan we één kaart voor de Divine Masculine. Voilà, 8 van munten. En één voor de vrouwelijke energie. We zien aan de onderkant, we zien dat jullie het nog zien natuurlijk, de wereldkaart. Je ziet dat die ondersteboven ligt. Dus wat mij ook altijd onmiddellijk opvalt, is hier het stukje. Dus wanneer dat gaat over de union, de eenheid ertussen, dan zie ik dat het tijd is. Dat ze lang genoeg naar binnen gegaan zijn, elk voor zichzelf. En dat het tijd wordt dat de kaarten draaien en dat ze samen komen om te gaan werken voor een hoger goed. En dat is hetgeen waar dat eigenlijk ook de mannelijke energie op dit moment mee aan de slag is, mee aan het werken is. Met de 8 of van munten gaat hij echt verantwoordelijkheid gaan nemen en echt verantwoordelijkheid gaan nemen en voor het proces, voor de eenheid, voor het samenkomen, voor het missiewerk of wat dat ook maar is, ook voor zijn eigen leven. En weet, de mannelijke energie gaat niet alleen over een andere persoon, het gaat ook over mannelijke energie in jezelf. En dan de vrouwelijke energie staat op dit punt. Ik ben aan het kijken, want het is ondersteboven, dus dit is een 9 kaart, zoals ik kan zien, maar ondersteboven. En ik ben eventjes goed aan het kijken wat dat er allemaal binnen. Dus de 9 in dit deck is de Hermit, dus de kluizenaar. En dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk dat dit op dit punt komt voor de vrouwelijke energie. Aangezien dat je ziet dat de mannelijke energie actie gaat gaan nemen. En dat eigenlijk de vrouwelijke energie een beetje achterover gaat gaan zitten. Naar binnen gaat. Tijd voor ruimte neemt. Maar het is ondersteboven. Dus dat, waar ik ook het gevoel heb dat dat niet zo lang gaat duren. Maar dat is vanuit de boodschappen, vanuit de inzichten dat vanuit de vrouwelijke energie komt. Vanuit het stukje terugtrekken, creëert ze eigenlijk de ruimte in de eenheid, in de connectie, zodanig dat de mannelijke energie veel meer actie kan gaan nemen. Weet, onthoud, dit is niet alleen in de connectie zo, natuurlijk ook, maar altijd in eerste instantie ook voor jezelf.